Dus ook al is het... Ah. Wat is dit? Ik vond het zo vies. Heel prima. Voor 100 milliliter mayonaise. En het smaakt ook gewoon echt lekker. Yes, it's pizza. Delicious. Ik vind het gewoon heel erg lekker. Op Chocomel. En dit heeft eigenlijk een beetje een verhaal. Nutella ruimt op Luella. Luella ruimt op Nutella. De eerste keer dat ik het proefde dacht ik echt... Crackertjes. Hoi en leuk dat je kijkt naar deze nieuwe shoplog video. Ik heb echt deze hele tafel volgestouwd met allemaal boodschappen. Ik heb letterlijk net zelf boodschappen gedaan met de fiets en de rugzak en allemaal tasjes die ik had meegenomen. En het is al behoorlijk wat ik heb meegenomen, dus ik weet niet meer hoe ik dit echt heb meegekregen, maar het is gelukt. Ik heb mijn keuken heb ik een beetje aangepast. De tafel staat nu... Hier zeg maar, die stond eerst zo, dus ik stond altijd eerst zo tegen jullie te praten en nu sta ik dus zo. Dus je ziet dit gedeelte van de keuken, nou er staat helemaal wat shit en wat troep, dus dan moet je maar gewoon even negeren. Ik wil gelijk in deze, ik wil zeggen meal prep video duiken, maar in deze shoplog video duiken. Dan kunnen alle producten weer lekker de koelkast in. Dus ja, ik ga gewoon heel random door elkaar. Het zijn van verschillende winkels en de Jumbo en de Albert Heijn ben ik geweest. Dus ja, laten we beginnen. Allereerst zal ik even beginnen met wat basics. Ik heb hier keizerbroodjes. Dit vind ik altijd wel broodjes met gewoon lekkere broodjes met goede voedingswaarde. Redelijk lage calorieën, daar doe ik dan op. 130 calorieën per broodje, 25 gram koolhydraten en 4,5 gram eiwitten. Dus dat is best wel prima voor zo'n bolletje. En ik vind het vaak wel lekker om af en toe een afpakbroodje te eten. Met bijvoorbeeld brie erop of iets anders lekkers. Dus daar zijn deze gewoon heel handig voor. Ik ga even aan die kant leggen wat ik heb gehad. Anders vergeet ik het weer. Dan bananen heb ik tegenwoordig ook altijd in huis. Ik eet ze niet zo omdat ik ja, niet echt van fruit hou. Maar ja, ik heb natuurlijk wel heel vaak dat ik bananenbrood en zo ga maken. Dus daar heb ik deze voor nodig. En ik haal ze altijd bij de Jumbo. En ja, ik doe er geen zakjes of iets omheen. Ik doe alleen sticker erop zo. En dan reken ik het gewoon zo af en doe ik het in mijn tas. Zakjes hieromheen, dat vind ik echt total pointless. Ook al is het... Ah... Ook al is het papier. Ja, sorry, ik zie net wat... Ja, nou, bananen dus. Heel boeiend. Ik zie net mijn crème fraîche die ik heb gehaald. Ik heb nu een gat erin. Wacht, ik ga even folie. Mijn boodschappen ging doen, is die dus ingedeukt. En ik heb alles zo in mijn tas gegooid. Ik lette het wel op, maar ja. Ik zult wel zien dat ik me niet goed opgelet. Maar ja, dit is dus crème fraîche light. Die ga ik gebruiken in een recept. Ik heb light crème fraîche gehaald. Maar ik vond die light ook niet echt dat ik denk van oh, hele goede voedingswaarde. Maar het was niet heel duur. Dus toen dacht ik, nou ik haal het gewoon. Wat ik eigenlijk wil gaan proberen is de crème fraîche veranderen. Of ja, swappen zeg maar. Voor deze Griekse stijl yoghurt. Met 0% vet. Want dit heeft natuurlijk nog betere voedingswaarde. En een beetje dezelfde textuur. Dus ik dacht... Misschien kan ik dat nog swappen. Ik ga het nog eventjes googlen, even onderzoek naar doen of dat kan. Dan heb ik hier mijn Remia Frietslijn. Dit is de beste mayo qua voedingswaarde die je maar kan vinden. Dit heeft letterlijk per 100 milliliter 100 calorieën, nou 102. Koolhydraten 10, eiwitten 0,6, zout 1,8, vetten 5,3. Nou dat vind ik echt heel prima voor 100 milliliter. Mayonaise. En het smaakt ook gewoon echt lekker. En je hebt echt gewoon het gevoel alsof je vol vette mayonaise aan het eten bent. Dus dit is echt een aanrader. Een van de beste. Ze hebben het nu ook in een potje. Maar ze hebben het ook in een knijpfles. Potje vind ik iets fijner. Krijg je echt alles eruit. Dus dat. Dan heb ik puntpaprika's gehaald. Ook voor de meal prep van zondag. Dan heb ik een zakje eikenbladsla. Ik neem eigenlijk altijd eikenbladsla. Omdat hier ook een klein beetje... Ik weet niet of je dat zo kan zien. Een rode ui in zit. Hadden ze bij de Albert Heijn een aanbieding. Tweede gratis op deze light kruidenkaas. En dit is gewoon altijd prima voor op wraps. Op een tosti. Echt tosti. Moet je een keer maken. Brood. Dit erop besmeren. Dan doe je een plakje kaas. Dan doe je een paar plakjes brie. Peper. Kajunkruiden. Bam. Andere broodje erop. Onder de grill. Je hebt een heerlijke kaastosti. Thank me later. Met dit spul is echt top. En dit is echt super gewoon lage calorieën. Per toastbeleg 10 gram, 16 calorieën maar. En dat voor een soort kruidenkaas. Ideaal. Dan heb ik een andere kaas gekocht. Normaal gesproken koop ik altijd minus L, dat weten jullie. Maar ik ben nu gegaan voor deze Milner Jong 14 plakken. Dat was in de aanbieding toevallig. En per plak 71 calorieën, 7,2 gram eiwit, 4,5 gram vet, bladibladibla. Verder niet heel boeiend, maar ja, ik dacht ik probeer eens een keer wat nieuws. Het was in de aanbieding, dus toen dacht ik neem het gewoon mee. En ze hadden mijn minus L niet, dus dan moet je ook keuzes maken. En qua kaas en zo, kijk niet echt naar de voedingswaarde. Maar probeer wel een beetje qua calorieën zeg maar, in de gaten te houden. Want je hebt echt jonge kaas, zoals dit. Met 71 calorieën, maar je hebt ook jonge kaas per plak met 100 nog wat calorieën. Die heeft mijn vriend laatst gehaald. Toen wou ik een tosti maken. Toen ik ging het invoeren in mijn fitnesspot, dacht ik, wow, waarom zit hier zoveel calorieën in? Dat is echt totaal onnodig. Dus deze zijn op zich qua calorieën wel prima. Dan, ik doe eerst even de diepvries. Heb ik deze pizza gehaald. Van Dr. Oetker. Yes, it's pizza. Delicious. En deze vind ik echt, ondanks dat er champignons op zitten, wat ik niet heel lekker vind, vind ik dit gewoon echt één van de lekkerste pizza's die ik kan kopen. 696 calorieën per pizza. Verder wel prima voedingswaarde. Ze doen het voorkomen als een super healthy alternatief voor een pizza. Maar het blijft natuurlijk gewoon een pizza. Even ter vergelijking. Een gewone pizza van hun zit 900 calorieën in. Dus het scheelt je wel grofweg 300 calorieën. Maar dit maakt het natuurlijk niet in één klap dat je zegt van oké, nu kan je iedere dag pizza eten. Dit is super gezond. Ik kan zelf ook pizza's maken met die Mr. Kitchens bodems. Maar dit vind ik voor de variaties wel lekkerder. Dus dit. Dan heb ik deze kip gekocht. Kipfiletreepjes. Ook weer voor de meal prep die ik aanstaande zondag ga doen. En ja, ik vind qua kip en zo, ik vind het altijd heel lastig om de juiste kip te kiezen. Ik merk denk ik dat die van Jumbo wel wat wateriger zijn dan die van de Albert Heijn. Dus eigenlijk koop ik mijn kip het liefst bij de Albert Heijn. En het liefst koop ik dan ook kalkoen. Maar ja, dan hebben ze was ik bij de Jumbo. Hebben ze daar kalkoen met 250 gram in een bakje. Dat is net weer te weinig. Dus dan koop ik, wil ik een groter bakje. Maar dan moet ik gelijk 2 bakjes kopen. Dan heb ik weer te veel vlees. De eeuwige struggle. Dus nou, ik heb nu gewoon deze kipfilet reepjes gekocht. Helemaal prima. En dit ga ik dus gebruiken in de meal prep. Ik zal het gelijk even in de koelkast leggen. Dus, want dit gaat anders niet goed. Dan gaan we door met deze kookzuivel heb ik weer gehaald. Dit is eigenlijk ook een soort backup ding of extraatje wat ik in die pasta wil gaan doen. Omdat ik dus niet weet of die Griekse stijl yoghurt gaat werken. En ik denk misschien kan ik een beetje aanvullen met dit om het extra creamy te maken. Ik probeer steeds nieuwe recepten te bedenken. Maar daarvoor moet ik soms wat extra ingrediënten halen om te kijken wat werkt en wat niet werkt. Dus deze heb ik daarvoor gehaald. Dan light slagroom. Slagroom is iets wat ik tegenwoordig echt gewoon, eigenlijk standaard in huis heb. Het is niet heel gezond. Maar ja, het ook niet dat je zegt van wow, wat super ongezond. Ja, ik vind het gewoon heel erg lekker op Chocomel. En dit heeft eigenlijk een beetje een verhaal. Want eigenlijk ben ik niet zo fan van echt elke keer aanmerken en zo kopen. Maar ik had dus chocolademelk. Volgens mij staat het nog in mijn koelkast. Wacht. Ja. Ik had deze chocolademelk van de Jumbo gekocht. En dit is light. En ik proefde dit. En ik probeerde er echt van te genieten. Maar het kon gewoon niet. Want het was gewoon echt niet lekker. Elke keer als ik dronk, dan proefde ik zo'n chemische nasmaak. Dat ik dacht, wat is dit? Ik vond het zo vies. Dus toen dacht ik, oké, misschien ligt het aan dat het een eigen merk is. Weet je, misschien moet ik gewoon Chocomel, de enige echte, proberen. En toen heb ik de halfvolle geprobeerd. Er zitten wel nog wat meer calorieën in. En nu heb ik deze met 0% suiker toegevoegd gevonden. En deze smaakt dus echt heel lekker. En de reden daarvoor is ja, dat weet ik niet. Geen suiker toegevoegd. Oh ja, die andere, die halfvolle, die had druivensuiker toegevoegd. En deze heeft dus geen suiker toegevoegd. En dit smaakt ook gewoon prima. Er zit wel, hoe noem je dat in? Zoetstoffen zitten erin. Zit hier ook in. Maar hierin proef ik het gewoon heel, ja hier. Ze hebben saccharine en sucralose erin zitten. En bij deze hebben ze acesulfam K en sucralose erin zitten. Dus allebei wel sucralose, maar de acesulfam en de saccharine zijn dus verschillend. Ja, verder, ik weet niet echt direct zo het verschil. Maar deze proeft gewoon echt beter dan deze. Dus als je zegt van Luella, ik wil light chocolademelk hebben. Om toch een beetje op de calorieën te letten als je dit drinkt. Want ja, weet je, alle kleine beetjes helpen. Ik ga nu niet claimen, chocolademelk is gezond. Dat zeg ik niet. Maar het is gewoon op zijn tijd. Het is gewoon echt super lekker met slagroom. Ik bedoel, hallo, het is december. Enjoy your life. Ja, dus dit is echt een prima optie daarvoor. Dit vind ik echt veruit gewoon de lekkerste. Per 200 milliliter, 100 calorieën. 7,2 gram protein, dat is op zich ook wel nice. 9,4 gram koolhydraten, 9 gram suiker en 3,3 gram vet. Dus daar kan ik wel mee leven. Helemaal prima. Dus als je een chocolademelk moet kiezen, kies deze en niet deze. Ik heb pastasaus gekocht. En eigenlijk heb ik dit gekocht voor de Mr. Kitchen pizza's die ik altijd maak. Ik merk dat de tomatenpuree die ik altijd gebruik als basis, vind ik wel lekker. Maar ik denk dat dit gewoon lekkerder gaat zijn. Ook kan ik niet altijd het hele blikje leegmaken. Ik koop al van die hele kleine tomatenpuree blikjes. Elke keer moet ik het weggooien omdat ik dingen in blik niet zo in de koelkast wil bewaren. Dat heb ik een keer ergens gehoord of gelezen dat het niet helemaal goed was. Dus dat ga ik ook niet doen. En het is tomatenpuree, dus ja. Toen dacht ik, als ik nou gewoon zo'n grote pot koop, kan ik elke keer een beetje uitlepelen en dat erop smeren. En dan de pot weer dicht doen en in de koelkast zetten. En dan blijft het gewoon goed, want ik heb echt een topkoelkast, zoals je ziet. En daarom blijft echt, dingen blijven echt super lang goed. Dus toen dacht ik, nou ga ik gewoon voor deze tomatensaus. Dan heb ik pesto gekocht, groene pesto. Ik koop altijd deze gewoon in een potje. Ik proef nooit echt het verschil met echte pesto of handgemaakte pesto. Of diverse pesto's die je ook hebt bij de tapashoekjes en zo, maar... Deze is gewoon prima. Dan heb ik deze Cold Brew granaatappelsmaak thee gekocht. En deze kan dus in koud water. Dus soms dan heb ik gewoon zin in een beetje afwisseling. Ik drink nu gewoon de hele tijd water. Ik drink geen Crystal Clear meer. Ik heb geen prikkelingen meer in mijn buik. Want ik dacht dus steeds dat ik die prikkelingen in mijn buik kreeg doordat ik zoetstoffen of iets anders nam. En ik denk dat dat wel degelijk het geval is geweest. Want nu ik gewoon echt volledig gestopt ben met Crystal Clear. Als in, ik drink het echt bijna nooit meer. Ook geen Lipton Iced Tea, niks meer uit het pak. Ik vul gewoon een shakebeker met water en dat is nu gewoon hoe ik drink. Dus dat is heel goed. Ik ben er gewoon vanaf gekomen. Niet dat Crystal Clear ongezond is, maar ik wil gewoon niet elke keer die zoetstof in mijn lichaam. En toen zag ik deze en toen dacht ik, hé, weet je, als ik dan een keer een smaakje wil aan mijn water, dan kan ik deze Cold Brew van de Albert Heijn proberen. Ik zag dat Lipton ook iets met koud thee, ijsthee, van die zakjes. Maar die zijn echt super duur. Die zijn bijna €3 of zo voor zo'n bakje of zo'n pakje. Vond ik echt heel duur. En deze volgens mij kost het 1,20 of zo. Nou, dan heb je Cold Brew, Iced Tea, granaatappelsmaak. Zonder suiker toegevoegd. En per glas 150 milliliter. 1 calorie. Nou, dat is dus helemaal top. Ik moet het dus toch testen, want hij zit nog helemaal dicht. Ik heb het echt net gekocht, dus ik ben heel erg benieuwd. Ja, we gaan het zien. Dan heb ik deze poedersuiker gekocht. Want ja, decembermaand, poedersuiker needed. En door mijn bananenbrood ga ik sprinkels proberen te doen. Want ja, sprinkels maak je dag toch gewoon gelijk leuk. Als je gewoon 's ochtends wakker wordt, je pakt je bananenbrood en je ziet gewoon die sprinkels in je bananenbrood. Nou, dat is toch een feest. Superleuk. Dus dat komt ook allemaal in de meal prep video. Eigenlijk zijn dit de boodschappen, zeg maar, die ik doe dan voor mijn meal prep. Want ik ga vaak gewoon 1 keer per week ga ik naar de supermarkt. In dit geval ben ik dan alleen gegaan. Normaal gesproken ga ik samen met mijn vriend. Nemen we eventjes de auto mee en dan halen we gewoon echt van alles. Nu heb ik het gewoon zelf gedaan. En ja, alles ook wel meegekregen. Dus dat is ook gewoon goed. Maar dit gaat dus in het bananenbrood. In de meal prep video die jullie nog gaan zien. Dan heb ik vanillearoma ook gewoon voor bakken gekocht. En een nieuwe pot Nutella. Want ja, Nutella is live. Af en toe vind ik het gewoon lekker om op een proteïnecracker te doen. Op een broodje met wat boter. Gewoon om af te wisselen in mijn healthy lifestyle. Nutella. Nutella ruimt op Luella. Luella ruimt op Nutella. Dan ben ik ook nog langs de Primark geweest. En daar heb ik deze chocoladelepels gekocht. Vond ik zo leuk. Dit is dus gewoon een spoon met een blokje chocolade eraan. En die doe je dus in melk, in hete melk. En dan ga je roeren en dan wordt het chocolademelk. Geen idee of het lekker is. Ik heb nog helemaal advies van die man bij de Primark. ja, hier zitten wel 3 marshmallows op. Maar dat is natuurlijk helemaal, dat zet er helemaal geen zoden aan de dijk. Als je dat in melk doet, dat verdwijnt toch zo. Eigenlijk moet je de marshmallows extra op gaan doen. Ja, en met deze zout karamel. Je moet oppassen dat je niet veel melk erbij doet. Want anders proef je de zout het effect niet meer. Ik zo, oké, ja, bedankt voor je advies. En door. Dus deze heb ik daar gekocht. Ik ben heel benieuwd hoe ze gaan smaken en of het lekker gaat zijn. En zoals je ziet... is er gewoon een goede balans tussen healthy dingen en wat meer ongezondere dingen. Maar ja, zoals ik altijd probeer te zeggen, de juiste balans in voeding is gewoon minder van het ongezonde, van dingen waar heel veel calorieën in zitten. En gewoon meer eten van de gezonde dingen. En dan heb je uiteindelijk een goede balans. Dus ja, dat probeer ik nu over te brengen. Ook in mijn shopvlogs probeer ik dat te laten zien. Dat je gewoon wel lekkere dingen in huis kan hebben en je niet... per se beperkt hoeft te voelen in de supermarkt. Dat je echt alleen maar gezonde dingen hoeft te kopen. Maar dat is natuurlijk niet het geval. Dan heb ik weer 2 lekkere bakjes Mr. Kitchen gehaald. Het is ook alweer een tijdje geleden dat ik dit heb gehad. Maar ik zag ze staan en toen dacht ik ja, als ik even weer aan mijn protein intake wil werken. Dan zijn deze wel echt heel erg lekker. Ik merk namelijk dat ik de laatste tijd niet heel veel bakken kwark meer weg eet. Ik weet niet waarom. Gewoon een fase denk ik. Dus ik dacht nou ja, misschien helpt dit gewoon even weer een beetje... Ja, wat lekkers. Een kwarkje met een smaakje. Dus daarom heb ik die gehaald. Dan heb ik weer gewoon een bak eieren. Want ja, het bakleven roept mij. En natuurlijk is het hartstikke lekker op een afbakbroodje. Dus eieren heb ik ook altijd gewoon standaard in huis. Dan heb ik iets gekocht wat gewoon echt super lekker is. Ik weet niet of jullie deze al hebben geprobeerd, gekocht. Maar ik kan je wel echt degelijk aanraden. Het is de calorieën meer dan waard. Deze Milka eieren met Oreo vulling erin. Nou, deze zijn echt zo lekker. De eerste keer dat ik het proefde dacht ik echt... Dit is zo lekker. Dus als je een keer in de buurt bent van de winkel waar ze dit hebben... Jumbo, Albert Heijn of misschien wel de Action... Dan zou ik je echt aanraden om deze keer mee te nemen. Dan heb ik een zak walnoten, ongezouten en ongebrand... ja, ik koop altijd ongezouten noten, want ik hoef gewoon geen extra zout in mijn eten. En dit gebruik ik dus ook door recepten, als een snack voor tussendoor. Vaak gebruik ik dan 30 gram ongeveer als een snack rond een uurtje of 10. Dan heb ik, nou dit koop ik echt al tijden, maar heb ik volgens mij nog nooit in de meal prep video laten zien. Omdat ze steeds al helemaal aangebroken waren, of in de meal prep video, in de shoplog, omdat ze al aangebroken waren, of weet ik veel wat. Dus nu heb ik gewoon een heel nieuw zakje van deze Housed. Flatbread kale. Dit is zo lekker. Ik zweer. Eerst dacht ik van, zou dat wel lekker zijn? Maar ja, weet je, mijn healthy zender ging af. En toen zag ik dat. Toen dacht ik, oké, Luella, dat moet je proberen. En toen dacht ik, ja, ik ga het proberen. Dus deze had ik toen meegenomen. En toen proefde ik er eentje. Dacht ik echt, wow, dit is echt super lekker. Maar ik doe dit dan altijd met light brie. Van President. Kook ik altijd light brie. Scheelt wel in de voedingswaarde. En dat doe ik dan met dit. En dan heb je gewoon echt een heerlijke snack. Ik ga niet claimen dat het super gezond is. Want dat is het gewoon niet. Maar het is wel gewoon lekker om mee af te wisselen. En deze snacks of deze reepjes. Deze crackertjes. Moeilijk woord. Crackertjes. Zijn gewoon echt ja, heel erg lekker. Dus proberen waard. Dan heb ik nog honing. Gewone honing gekocht. Van de Action. Ik moet echt gewoon verplicht zo'n knijpflesje. Want als ik een pot doe, nou dan gaat het helemaal mis. Dus die hele kast, die hele keukenkast zit dan gewoon echt helemaal onder de plak. Onder de honing. Omdat ik nog steeds die pot, die draai ik open. En doe ik gewoon een beetje zo, weet je. En dan doe ik weer terug. En dan draai ik die dop weer op. En dan loopt alles er langs. En dan komt het op het plankje. Nou, you know the story. Dus mijn vriend heeft liever dat ik gewoon dit haal. Zodat de kast ook gewoon lekker schoon blijft. En dan heb ik nog 2 dingen. Ik ben weer bij de Albert Heijn geweest voor mijn favoriete repen. Deze Nature Valley protein met kokos en met chocola. Allebei hartstikke lekker en gewoon fijn om mee af te wisselen. Ik koop het niet heel vaak meer omdat ik het redelijk duur vind. Maar het was in de aanbieding, dus toen dacht ik ja, nou ik neem het weer gewoon een keer lekker mee. Dit zijn gewoon mijn favorieten, maar dat weten jullie. Nootrepen zijn echt, ja, echt heerlijk. Dus... Dat was de meal prep video. Waarom zeg ik elke keer meal prep? Ik ben toch niet aan meal preppen, jongen. Dat was de shoplog video. Joejoe. Ik hoop dat je het leuk vond. Als je het vond, geef een duimpje omhoog. Vergeet te subscriben. En dan zie ik je weer terug in een nieuwe Fit Addict video. Heel erg bedankt voor het kijken. Doei doei.